Hoi, welkom bij een nieuwe video. Ik ben nu bij Robin, Rover en Tommy. Ik heb de stal uitgemest, bak uitgemest. Merrie en Veulen staan nu in de stal binnen. Kan ik jullie straks even laten zien. Ik ga nu de ponies even beweging geven. De bak was één grote rotzooi. Er lag echt ongelooflijk veel mest. En stroom zat nog steeds aan, sorry. Welke zon stroom dan? Even kijken welke zon stroom is, want ik moet even paardenbeweging gaan geven. Maar op een of andere manier weet ik niet welke van stroom is. Dus ik ga toch even kijken. En dan ga ik ze daarna beweging geven. Dus vandaag in feite mijn vierde keer. Het gaat wel ineens waaien, dus ik hoop niet dat het een teken is dat ze straks gaat hozen. Maar goed, ik ga ze nu even beweging geven, maar eerst moet ik het stroom uitzetten. Anders word ik net zoals net weer geëlektrocuteerd. Hier paardjes. Even kijken welke is dan van dat ding. Misschien deze. Ik moet even kijken hoor. Kijk, hier zien jullie de merries met velen. Hoi kind. Hallo. Ze zijn even lekker aan het eten. Dus ik ging op zoek naar het stroomding, maar ik weet niet zo goed waar die moet zitten. Dus ik ga nog even kijken of ik hem nu heb. En dan ga ik even beweging geven, zoals ik al zei. Dus. Maar goed, ze zitten dus een beetje nog te clear op het einde. Maar ik moet ze nog even natuurlijk een beetje uitlopen. Anders gaan ze zweten. Willen we niet. Maar het komt toch op neer dat Tommy een beetje hier... Dus ik denk een beetje klaar ermee. Maar die gaat dan elke keer naar me toe. Alleen, ik zeg nog niet dat ze klaar zijn. We maken er zelf een... kom. Nou, Rover moet even bouten. Nee, Tommy, lopen. Hop. Ja, ik zeg dat je nog moet lopen. Move, kom op. Ik moet nou de kudde, taak als kuddelid even op me nemen. En hun in beweging houden. Want ze maken met z'n drieën een beetje er een spelletje van. Dus de paarden zijn bijna klaar. En ze blijven een beetje heel erg als ze vliegen. Nou, lopen. Kom, groot. Vriend. Hou even je plek voor je. Kom. Even een beetje uitlopen nog. Ja, Tommy. Kom. Nee. Hop. Ja, lopen. Kom. Tommy is vandaag een beetje in een testbui. Maar ja, ach, dat soort dingen heb je wel eens. Hè? Ik ben nu bij de merrie met Veulen. Die ben ik een beetje aan het poetsen. Ze is mensen in principe wel een beetje gewend. Maar ik heb het idee dat ze het nog een beetje spannend vindt als je er te dichtbij bent. Daarom poets ik haar los. Zodat ze kan kiezen dat ze dan zelf kan weglopen. Maar... Ja, ik gun haar wat ruimte en als ze het niet wil, dan is het oké. Maar ik denk, ik wil toch wel weer het poetsen, want dan hebben we dat maar weer mooi meegenomen. Zoals jullie kunnen zien, heb ik haar dus in een stalletje gezet. Kan ze wel even lekker haar dingetje doen. Mogen ze straks weer naar buiten, dus ga ik zo even wat voer klaarmaken. Nog even wat water bij vullen. Andere drie zet ik dan zo even terug. Het veulen had ik overigens ook gepoetst, maar er is nu weinig van terug te zien. Want die heb in het vlas gelegen. En nu is ze dus weer vies. Hè, prinses? Ja, die smeert zeker weer straks weer aan mijn neus af. Nee, niet doen. Hallo. Nou, dit is de moeder. Oh, doe nou niet. Maar verder pakt elke keer mijn rits vast. Auw. Dit is goed, meisje. Nou, verder nog eens even. Dit is goed, meisje. Hoe heet het zo? Hallo. Nou. Laat me even los. Ik denk dat ze toen zei, hé. Ja, je voelt eens een draakje. Je moet hem een beetje opvoeden. Zij. Nou, doe eens niet. Doe eens haar. Oh. Nou, paardjes hebben nu hooi. Ze hebben de helft alweer bijna op. Ze eten zo snel. Goed. Ik heb denk ik onderhand wel 20 keer schokken gehad van het schrikdraad. Dus durf ik nog bijna niet meer aan te raken.
Nou, jullie hebben de merrie vorige keer niet echt heel goed gezien. Ik kan het wel even laten zien hoe jullie ze eruit ziet van dichtbij. Hey, Bessie. Is lekker, schatje. Hoi, kindje. Hoi. Hoi, jullie. Kijk eens. Kijk. Ze zijn ook lekker aan het eten. Dus ja. Zo gaat dat. En Robin heeft zo te zien dorst. Nou, ik heb het binnen net even aangeveegd. En nu doe ik het water. Straks ga ik nog even een tijdje zitten. Misschien wel bij de paarden. Even kijken. Lekker, Robin. En Robin is even aan het drinken. Gewoon terwijl de slang in het water loopt. Ach ja, het kan allemaal. Ik ben klaar. We hebben lekker eten. Ik heb de paardjes nog even gepoetst. Ik heb ze nog even wat hooi gegeven. En water, alles al. Dus alles is eigenlijk nu klaar. Het hok is weer een beetje opgeruimd. Dus ik ga nu weer lekker naar huis. Nou, het is niet echt een boeiende video. Maar vond je deze video leuk, geef een duimpje omhoog. En heb je nog niet mijn kanaal Autistiek Horse geabonneerd? Abonneer dan zeker mijn kanaal Autistiek Horse.